staan hier bij Landgoed IJsselvliet, een prachtig gebouw. En er is al heel veel over verteld. Maar waar wij op zoek naar zijn, is sporen van de oorlog. En er zijn natuurlijk weinig ooggetuigen nog over. Maar ik heb me laten vertellen dat jij, John Grutters, daar nog veel van af weet. Nou, veel vanaf weet. Ik weet alleen de verhalen die verteld worden. En er zijn heel veel verhalen en ook dingetjes die je kan laten zien. Ik zou zeggen, loop even mee naar binnen. Dan gaan we eerst kijken wat we binnen kunnen vinden. Oké. Ja. John, we zitten inmiddels in de theekamer en een prachtig portret van de graaf op de achtergrond. Wat voor man was de graaf tijdens de oorlog? Het was iemand die heel veel betekende voor de mensen hier in de omgeving. Natuurlijk heel voorzichtig, want de Duitsers leefden hier in dit huis. Ze hadden het huis gevorderd als ortscommandantschaft. De graaf en de gravin leefden op de tweede verdieping en de Duitsers zaten hier beneden. Tussentijd deed hij wel heel veel aan verzetswerk. Hij hielp vluchtelingen onderdak bieden en een van de boerderijen. Vanuit de keuken van IJsselvliet werden ze dan van eten voorzien. Maar hij was al veel eerder bezig met die Tweede Wereldoorlog. Want hij is tot en met 1927 tot 1937 ambassadeur geweest in het Duitse Berlijn. En heeft van daaruit de Nederlandse regering al een paar keer gewaarschuwd van let op, er komt iets heel gevaarlijks aan. Nederland wou natuurlijk neutraal blijven, zoals ze dat in de Eerste Wereldoorlog ook gedaan hadden. Dus hadden ze niks aan een ambassadeur in Berlijn die tegen de keer in was. Maar juist van Limburg-Stieren was tegen de keer in. Zo weigerde hij als enige diplomaat tijdens de Olympische Spelen in Berlijn de hand te schudden van Hitler. En ook vlaggen voor de verjaardag van Hitler of voor de NSDAP, dat deed hij dus absoluut niet. Structureel vergat hij dat, zogenaamd. En dan kreeg hij het weer via Nederland op zijn donder, maar dan was het geleed toch al geschied. Ze hebben tijdens de Olympische Spelen in de oorlog hebben ze dus wel ontzettend veel gedaan voor de Nederlandse sporters. Die werden ontvangen op de ambassade, vooral Nini, de gravin van Limburg-Stierum, ging heel vaak naar de Olympische Spelen toe voor het damesteam een hart onder de riem te steken. Dan gingen ze koffie drinken of thee drinken en praten over wat ze allemaal gedaan hebben. En overigens had Nederland ook in de Olympische Spelen een heel aantal gouden, bronzen en zilveren medailles verdiend. Klein 1936 geeft een klein Nederlands atletiek succes te zien als Tinus Ozendarp tweemaal naar het brons loopt, zowel op de 100 als op de 200 meter sprint. In datzelfde jaar haalt de hele ploeg 7 gouden, 4 zilveren en 6 bronzen medailles. Ondanks dat de Nederlandse regering eigenlijk helemaal geen interesse had in die Olympische Spelen, zijn ze toch gegaan, want Hitler was wel onze buurman. En je moest je buren tevreden houden. Met de gedachte, misschien blijven we nu weer neutraal en kunnen we Nederland weer beschermen. Maar ja, in mei 1940 hebben ze ontdekt dat dat dus niet zo was, want toen waren de Duitsers alsnog Nederland binnen. En net op dat moment vertoefde de graaf hier op het landgoed en was dus ook min of meer dan verplicht voor op het landgoed te blijven. In de eerste jaren ging dat natuurlijk heel gewoon. Heeft hij heel veel tijd kunnen besteden aan het ontwikkelen van de tuin en van de bomen waar hij altijd mee bezig was. Maar op het laatst kwam het verzet en daar kwamen de Normandië kwam in het zicht. De geallieerden kwamen langzaam maar zeker deze kant op. Er moesten vluchtelingen naar Engeland gebracht worden. Die gingen dan per schip terug naar Engeland, de Engelse piloten. John, je neemt ons mee naar de duiventil. Ja. De duiventil was ook een belangrijk ding in de oorlog. Het was een oriëntatiepunt in het hele wijde veld. De vliegers konden het heel makkelijk vinden. Maar het was ook een heel belangrijk iets voor het verzet van Radio Oranje.
Want als op Radio Oranje het woord duiventil genoemd werd, dan was dat een codewoord, zodat de mensen wisten dat hier op IJsselvliet, op het landgoed, weer vluchtelingen opgehaald moesten worden. Of konden opgehaald worden voor vervolgens weer terug naar Engeland te brengen. Als het tenminste Engelse piloten waren, of in elk geval mensen die van hieruit weer moesten vertrekken. En die onderduikers die moesten natuurlijk verstopt worden. Is daar iets van bekend? Ja, ze werden verstopt op de boerderijen hier in, op het landgoed. Precies welke boerderij was natuurlijk een geheim, maar dat was niet elke dag hetzelfde adres. En er wordt verteld, maar dat is weer een verhaal wat niet te stoelen valt. Als u hierboven kijkt, ziet u 1, 2, 3, 4 raampjes. En dat hele kleine raampje tussen het dak en de eerste verdieping, dat zie je van de binnenkant niet. Nee. En er werd verteld, er zit een tussenverdieping in. En in die tussenverdieping blijken ook Engelse piloten in ondergedoken te hebben gezeten voor één nacht. En je moet zich voorstellen, de Duitsers leefden onder, de graaf leefde op de eerste verdieping. En daar waren dus in één keer die onderduikers aanwezig. En ze kregen het eten vanuit de keuken van IJsselvliet. Werden de mensen voor eten voorzien, ook de mensen die op de boerderijen zaten. Dus het viel niet op dat ze extra eten en alles nodig hadden? Op een listige manier is dat helemaal goed gekomen waarschijnlijk. Ja. De graaf en de gravin hadden direct te maken met Duitsers. Hoe werden ze behandeld? Ja, eigenlijk heel goed, want de Duitsers hadden toch nog heel veel respect voor de Nederlandse adel. Dus de echte hoffelijkheid die de Duitsers hadden, die was hier gewoon van toepassing. Dat was ook waar de graaf en de gravin zo van konden profiteren. Ze werden behandeld als graaf en gravin. Ze hadden daar heel veel respect voor. Nu stond het echtpaar bekend als gul en behulpzaam. Zijn daar verhalen van bekend? Ja. Als mensen hier uit de omgeving slachtoffer waren van de oorlog, bijvoorbeeld de familie Hazelaar die hier tegenover gewoond hebben, er stonden twee boerderijen, Bossig en Slotzig. En Slotzig is afgebrand doordat er een Duitse kolonne over de Zuiderzeestraat wegreed en dat die door de Engelse Spitfires is die beschoten. Daarbij is een tank in brand gevlogen en doordat die tank in brand is gevlogen is de boerderij van de familie Hazelaar ook in brand gevlogen. De familie werd direct overgeplaatst hier naar het grote huis. Daar hebben ze gelogeerd. Tot op het moment dat het huisje voor aan de deur, het tuinmanshuisje, vrij kwam. En daar hebben ze daarna, de oorlog hebben ze daar gewoond. Maar er zat bijvoorbeeld ook een familie in het familiehuisje wat hier achter het huis ligt. Het bestuurshuisje wat de graaf in 1926 had laten bouwen. De graaf had er snel door dat de jongen die in het bestuurshuisje woonde, het kind daarvan, dat dat een intelligente knul was. En toen ze daar weggingen, toen heeft de graaf die jongen een geschenk meegegeven. Hij had er een hele goede band mee en dat was deze encyclopedie die hier staat. En die encyclopedie die hebben we pas geleden teruggekregen, want de familie was aan het zoeken naar IJsselvliet, wat dat nog was en of dat nog bestond. En hadden van hun opa gehoord dat hij die encyclopedie had gekregen van de graaf van Limburg-Stierum in de periode dat hij hier in dat bestuurshuisje woonde. En het is een hele grote Engelstalige encyclopedie. Dus dan kun je ook zien dat het ook een intelligente jongen was, want hij sprak toen al Engels. John, bedankt voor alle info die we vanmorgen hebben gekregen. En er valt nog veel meer te vertellen over het landgoed en de tuinen en de gebouwen. En kunnen mensen daar nog meer over te weten komen? Ja, veel informatie is te vinden in het boekje wat voor IJsselvliet is uitgegeven. Het is het boekje IJsselvliet. Dit kunnen de mensen bestellen op info@ijsselvliet.nl. Het is €10 inclusief verzendkosten. En misschien kunt u wel een afspraak maken voor het hier op huis te komen halen.